Hallo dames en heren, hier ben ik weer met de FIFA 21 geen carrière mode. En jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord, maar Maradona is helaas deze week overleden. Hij was toch wel een best wel een legend in het voetbal. Ik heb hem nooit echt zien voetbal of zo, want hij is nog voor mijn tijd. Maar toch wel jammer dat een Legend doodgaat. In deze video is er ook nog de wintertransfers, dus kijk of ik nog wat spelers kan kopen. Ik begin ook met een wedstrijd tegen Antwerp, dus ik hoop dat we deze wel kunnen winnen. En we spelen gelijkspel 1-1. We staan toch eerst dus met 5 punten voor in hun aanbod van Voorlim Bombe. 650.000, hopelijk gaan ze daarmee akkoord. Oké, ze gaan ermee akkoord. Fondscoach aanbieding Venezuela wijs ik even af. China gaan we ook niet naartoe. Maar nu de wedstrijd tegenstond daar. Even snel simuleren. Ik hoop dat we kunnen winnen. Oeh, het is best wel spannend. We winnen in totaal met 2-1. Nu komt toch een wedstrijd in de beker. Winnen met het kleinste verschil. Nu tegen Kortrijk simuleren. Winnen we met net met 0-1. Anderlecht verliest. Dus als voor de race, ze staan vierdes. Hebben al een wedstrijd verloren. Ja, 2 in totaal. Nog best goed. Hij mag wel weg, dus we gaan even onderhandelen. 3,6 miljoen. Oké, ze gaan ermee akkoord. Ik weet niet of ik deze transfers of nog een speler ga bijkopen. Misschien kan ik hem nog kopen. Mike, ik ben nader om te kopen. Onderhandelingen met de club. Gewoon 7 miljoen proberen. 7,7 misschien. Oké, daar gaan ze mee akkoord. Mag voor 5 jaar naar ons team gaan. Afkloppen zullen negeren. Salaris. Doen we zoiets. 10.000 per week. Oké, welkom in ons team. Volgende wedstrijd is tegen Eupen. Moeten we normaal wel winnen. En we winnen net door een goal van, laten we even kijken. Van, onze nieuwe speler die we gekocht hebben. Dus dat is een mooie score. Meteen in zijn eerste wedstrijd. Club Brugge heeft Vormer verkocht. Ik ben even benieuwd aan welk team. Vormer. Ze hebben hem verkocht aan Genoa. Leren. We winnen hem net met 1-2. We hebben nog geluk gehad met de simulaties. Hier zie ik wel een Colombiaanse jeugdspeler die misschien wel kan groeien. Die heeft een potentieel tussen de 85 en 91, dus. Ik ga hem naar ons team laten komen. Tegen Moes Groen. Ik verwacht zeker een overwinning. En we winnen ook. Bot of Wijze. Ik ben niet geïnteresseerd in dan te coachen. Waasland Beveren. Hier zouden we ook normaal vlot moeten winnen. Dat doen we ook met 3-1. We staan nu zelfs al met 7 punten voor. En deze winnen we ook. Met goals van Dessers. En ook de Dessers in het cirkelen. Ah, oei, we verliezen eens. En Simons is geblesseerd. Oh, 3 weken is toch wel een tijdje. Nu komt er nog een wedstrijd tegen Kortrijk. Maar dat is dan weer voor de volgende video. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Laat alvast een blauw duimpje achter als dat zo is. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus. Doei doei.